Gaat hij nou doen? Ja, maar... Hij zat er zo niet in. Moet hij uit die auto doen dan? Leg die hem even terug. Leg maar even terug. Ja. Er zit geen bom in, er zit niks in. Nee, dat weet ik. Daar gaat het ook niet om dat er een bom in zit. Nee. Maar je moet even hier blijven. Bluswerkers van Schiedam zijn op grote hoogte bezig met een oefening. Ja, die is goed, Ruud. We waren een test aan het doen bij hoogbouw. Te kijken of we water boven op het gebouw konden krijgen. En op dat moment kregen we een melding dat er een autobrand zou zijn. Dus toen zijn we daarheen uitgerukt. Het toeval wil dat Rudy en zijn ploeg op slechts een paar honderd meter afstand van de autobrand zijn. Een kort ritje al met al. Waar staat hij? Zijn zwarte wagen. Staat hij daar gek, joh? Hij is ook. Er is meer aan de hand, ja, man. Hij is ergens tegenaan gereden. Zoals het voertuig stond tegen het hek. En dan zie je dat er eigenlijk geen rook meer afkomt en geen vlammen. Had ik wel snel door van dit is gewoon een auto-ongeval en dan eenzijdig, want ik zag geen tweede voertuig erbij staan. Hoi, wat is er gebeurd? Meneer, in plaats van een beetje op die rem te drukken, heb ik volgens mij meer op die gas gedrukt. Oké. Je nek? Ik mankeer zelf niks meer. Niet. Zat er nog iemand bij je in de auto? Nee. Oké. Even een nader bericht. Het betrof hier geen autobrand, maar wel een auto-ongeval. Persoon is eruit. Dan komt er ineens een vrouw aan. Zij heeft gezien wat er is gebeurd. Zij reed voor hem uit. Ja. Die kennen elkaar niet. Oké. Ze zegt, je reed me bijna dood. Ja, gevaarlijk voor ook aan de rommel totaal. Mevrouw, wilt u misschien nog even blijven? Ja, als het niet te lang is. Beetje geschrokken? Ja, tuurlijk toch. Ik zie die auto heel hard achter me aankomen. Hierop, hè? Ja. Gingen ze. Er waren twee jongens, hoor. Ja, daarom. Als je nog heel even wil blijven, heel graag. Ja, dan wordt het zo'n zaakje van, waar heb ik nu mee te maken? Dat was wel even een dingetje. AC, ik wil met spoed toch wel politie, want het is een rare zaak. Er is nog een getuige, die vertelde ook dat er twee mannen in zaten. Nu is er nog maar één. Ja, ik ga het dan nog even doorgeven. Voor bevelvoerder Rudy wordt het steeds duidelijker dat er meer aan de hand is. Brandweermannen Bart en Richard zijn ondertussen de motorkap aan het openmaken om zo brand te voorkomen. En als ik hier via het dak te onderzoek... Gaat niet, hij is afgebroken. Laat mij even proberen eentje. Zet. Onnodig, duidelijk. Hij is afgebroken. Kan je nou vertellen dat die auto stoot los ging? Hij is wat? Komt er los. De onderkant ligt eruit. Je kan de paal, alles ligt eraf. Die ziet mij natuurlijk met die spreider naar die motorkap lopen. En die denkt van, wacht even, die wagen gaat eraan. Nou, nog niet in de veronderstelling dat die wagen echt helemaal toten los is, omdat zijn motorblok gekanteld in het ding ligt. Maar begrijpelijk dat hij dan denkt van, ja, wacht even. Dus, maar toen probeerde ik hem duidelijk te maken dat het echt niet meer ging. Uiteindelijk toch de spreider erin gezet en dat ding op tuin. Ja, ging echt niet open. Er is gelukkig geen kortsluiting te bespeuren. Bart ziet wel iets aan de passagierszijde. Ik zie dat er bij de bijrijderskant ook de ruit beschadigd is. Dus dat daar gewoon een persoon gezeten heeft, zeg maar. Hij zegt dat hij alleen was. Hij was niet alleen. Nee, dat weet ik zeker. Want de ruit van de voorkant, de bijrijderskant, is gescheurd. Er zit een deuk in. Ja, goed, en die knekker die ernaast staat, die heeft een schaafwond op zijn voorhoofd. Maar hij is er later bijgekomen. Maar volgens mij niet. Het is een rare zaak. Terwijl de bestuurder een praatje maakt met de vrouw die hij eerder in gevaar bracht, gaan de manschappen kijken naar wat er gebeurd kan zijn. Hier komt hij vandaan. Hier heeft hij gereden. Kijk, hier, bam. Hero. Okay. Even opzij voor de politie zo meteen, even sporen. Ja, maar kijk eens, hier zo. Hier gaat hij erop. Kijk, hier, bam. De bestuurder die zei dat hij op gas getrapt had in plaats van op de rem. Ja, dan had hij dat wel heel goed gedaan, want over de rotonde heen... toch een meter of 40 verder, dan is dat knap. Meneer, vraag je, wat gaat er nu allemaal gedaan worden precies? Waar wachten we op dan? Politie. Op de politie? Je hebt schade gemaakt aan het straatmeubilair. Er ligt olie, je auto moet weggesleept worden. De toedracht moet onderzocht worden. Toedracht? Nou, hoe het gebeurd is. Het is niet normaal dat een auto zo over een rotonde vliegt. Wie's auto is het eigenlijk? Van een vriend, meneer. Van een vriend? Zo, die heeft ook nog een probleem van
politie komt, dan gaat alles wat verder doen. Er zit niets anders op dan te wachten op de komst van de politie. En dan lijkt een passant opeens iets uit de auto te halen. Gaat hij dat doen? Ja, maar... Hij zat er zo niet in. Moet hij uit die auto doen dan? Leg die hem even terug. Weg maar even terug. Ja. Is het geen bom in niks in? Nee, dat weet ik. Daar gaat het ook niet om dat er een bom in zit. Nee. Maar je moet even hier blijven. Je moet even hier blijven. Ja, wij zijn niet bij macht om iemand tegen de grond te werken en met een knie op zijn rug te gaan zitten en blijven hier zitten. Dat mogen wij niet. Dus ja, dan wordt het voor ons toch een lastig verhaal, zeg maar. Hij vond op zijn klauwen, maar hij wil nu weg. Hij pakt de tas uit zijn rug, uit die auto. En hij zat niet in de wagen. Ik zeg, dat is gek. Ik wil toch prio 1 politie te plaatsen, want er gaan steeds meer dingen gebeuren hier zo met mannen. Er wil er één vandoor. We kunnen hem bijna niet hier houden. De sfeer wordt grimmiger. Gelukkig dat de politie nog op tijd ter plekke komt. Raar zaakje, mannen. Die twee die daar staan, daar zou er maar één van in gezeten hebben. Maar volgens ons heeft hij er alle twee in gezeten, want er zit ook in de ruit staan twee barsten. Hij heeft ook wat op zijn voorhoofd. Maar dan weten jullie alvast even van de hoed in de rand. Yes? De politie neemt het onderzoek over. Bevelvoerder Rudy en zijn manschappen vervolgen hun weg en gaan terug naar de locatie om hun test af te maken. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.